Je bent op zoek naar een nieuwe koelkast die niet te veel energie verbruikt. Maar hoe weet je nou welke energiezuinig is? In deze video vertel ik je waar je op moet letten bij de aanschaf van een zuinige koelkast en waarom het zo belangrijk is om je oude koelkast zo snel mogelijk te vervangen. Laat ik direct beginnen bij het belangrijkste punt om op te letten in de zoektocht naar een energiezuinige koelkast. Dat is namelijk het energielabel. Je hebt deze vast wel eens gezien. Het is heel simpel. Label A is het zuinigst en dat loopt op tot en met label G die het minst zuinig is. Een koelkast met energielabel A, B of C noemen we bij ons in de winkel de extra zuinige koelkasten. Een koelkast met een D-label is ook nog steeds best wel zuinig. Overigens is dit niet het enige wat je ziet op een label. Als je verder kijkt, dan zie je ook de inhoud van zowel het vries- als koelgedeelte. En je ziet ook het geluidsniveau. Verder zie je ook een getal, in dit geval 108 met daarachter KWH/annum staan. Dit geeft aan hoeveel stroom het model gemiddeld in een jaar verbruikt. In de winkel hangt het energielabel van een koelkast er altijd bij. Kijk ook op expert.nl, dan zie je op de productpagina rechtsboven de energieklasse van het apparaat staan. Als je daar vervolgens op klikt, wordt het hele label zichtbaar. Heb je thuis nog een oude koelkast staan, en daarbij bedoel ik een koelkast van 10 jaar of ouder, vervang hem dan zo snel mogelijk met een nieuwe. Oudere koelkasten verbruiken namelijk een stuk meer energie dan nieuwe koelkasten. En om dat te bewijzen laat ik je het energieverbruik van een oude en een nieuwe koelkast even in een tabel zien. In de tabel staan de cijfers van een gemiddelde energielabel C-koelkast. Deze heeft een gemiddeld verbruik van een 150 kWh op jaarbasis. Koelkasten van 10 jaar geleden verbruiken gemiddeld al 100 kWh per jaar meer dan een nieuwe koelkast. Hoe ouder de koelkast, hoe meer energie dat die verbruikt. Als je koelkast 20 jaar oud is, verbruikt die al 370 kWh op jaarbasis. Dat is meer dan het dubbele van het verbruik van een nieuwe koelkast. Zoals je ziet bespaar je ieder jaar €155 op een nieuwe koelkast als je jouw 20 jaar oude koelkast vervangt. Dus heb je een oude koelkast, dan is het zeker de moeite waard om hem te vervangen voor een nieuwe. Niet alleen hoe nieuwer, hoe zuiniger, maar ook hoe kleiner de koelkast, hoe zuiniger. Een grote koelkast heeft simpelweg meer inhoud om te koelen. Dat kost dus meer energie. Het is daarom ook belangrijk om de juiste grootte te kiezen voor jouw thuissituatie. Als je alleen woont, heb je natuurlijk geen baat bij een hele grote koelkast. Dat is ook zonde van de verloren energie. Leef je in een groot gezin? Ja, dan is het wel handig om een grote koelkast aan te schaffen. Kies dus altijd de koelkast die niet te groot is, maar wel al je boodschappen in kwijt kunt. Let verder in je zoektocht ook op de technieken van een koelkast. Er zijn heel veel technieken die energiezuinigheid van je koelkast bevorderen. De bekendste is misschien wel No Frost. Deze techniek voorkomt ijsvorming in het vriesvak. Met ijsvorming in je vriesvak moet de koelkast harder werken om jouw etenswaren te koelen en verbruikt daar meer energie. No Frost voorkomt dat dus. Als je de perfecte energiezuinige koelkast hebt gevonden, is het vervolgens ook nog belangrijk hoe ga je ermee om. Een energiezuinige koelkast kan er wel zuinig werken, maar als je de deur bijvoorbeeld laat openstaan of hem niet goed afsluit, dan gaat er nog steeds veel energie verloren. Je koelkast een paar keer per jaar schoonmaken en ontdooien is goed voor de energiezuinigheid. Voor de beste tips en tricks bij het schoonmaken van je koelkast raad ik je aan om even naar mijn eerdere video te kijken, waar ik je stap voor stap uitleg hoe je een koelkast schoonmaakt. Houd er verder altijd rekening mee dat de optimale temperatuur van je koelkast 4 graden is. Met een hogere temperatuur raken etenswaren bedorven. Met een lage temperatuur moet je koelkast harder werken. Dus, ben je op zoek naar de nieuwe energiezuinige koelkast? Let dan goed op het energielabel, het jaarlijkse verbruik en de grootte van het apparaat. Daarmee zet je al een grote stap in de richting van een lagere energierekening. Heb je thuis nog een koelkast staan die meer dan 10 jaar oud is, wordt het echt tijd om hem te vervangen. Een nieuwe koelkast is namelijk altijd zuiniger. Vergeet de kleine dingen niet, zoals het dus gaat om het sluiten van de koelkastdeur en het op peil houden van de temperatuur in de koelkast. Met alle handige tips in deze video ben ik ervan overtuigd dat je een flink zult besparen op je energierekening. Wil je meer advies? Neem dan een kijkje op ons kanaal of kom langs in onze winkel voor persoonlijk advies. Tot snel!